Dit is Tjerk en vandaag hebben we een van de 6 beste politici van Nederland in de studio. Want sommige politici geven ons hoop. En vooral de 1 miljoen neurodivergente Nederlanders die binnenkort hun stem mogen uitbrengen. Op Neurodiversity Pride Day op 18 juni wordt bekendgemaakt welke van de 5 genomineerden van de Neuroinclusieve Politicus Award er vandoor gaat met de prijs. En vandaag mogen we één van hen ontmoeten. En het is Rutmer Heerema. Ja, dankjewel. Leuk om genomineerd te zijn. Hoi. We vinden het heel fijn om jou te mogen ontmoeten en ook te mogen voorstellen aan de bredere achterban in Nederland. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar Rutmer de Politicus. Wat doet hij? Nou, ik ben vooral heel druk bezig in de Tweede Kamer met hoogbegaafdheid. Een van de allermooiste onderwerpen, maar ook een van de meest vergeten onderwerpen in de Kamer. Iedereen kijkt altijd naar kinderen die wat extra aandacht nodig hebben aan de andere kant van het spectrum. Maar ik heb me juist ontfermd over al die kinderen die en volwassenen ook, die aan de andere kant van het spectrum zitten en tegen beperkingen aanlopen, omdat ze misschien wat meer kunnen, wat creatiever zijn en onvoldoende uitgedaagd worden in het onderwijs of in werk. En daar heb ik me voor ingezet. En het leuke is dat helemaal niet doorgedrongen was in de Tweede Kamer, dat dit een probleem zou zijn. En dat het de afgelopen jaren gelukt is om eigenlijk kamerbreed alle moties en amendementen die ik daarover heb ingediend, aangenomen te krijgen. Ja, dat brengt ons ook meteen tot de volgende vraag, Rutmer. Want de meeste mensen weten natuurlijk nog niet helemaal precies wie je bent, maar ook eigenlijk niet wat voor voorstellen je hebt gedaan en wat ermee is gebeurd. Kan je ons daar iets meer over uitleggen? Ja, zeker. Ik ben zelf Rutmer Heerema. Ik ben net 43. Ik heb een vrouw en dochtertje. En ik zit nu 7 jaar in de Tweede Kamer. Ik ben 4 jaar woordvoerder onderwijs. Ik heb dus gezien dat vooral kinderen in het onderwijs die wat meer kunnen uitvallen, niet voldoende uitgedaagd worden. En dat we eigenlijk kinderen die meer kunnen, ik zal het maar hard zeggen, kapot laten gaan in het onderwijs. En dat kan gewoon echt niet. Dit zijn de creatieve breinen die wij nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen pakken, op te kunnen lossen. En daarom heb ik bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat de financiële mogelijkheden voor deze kinderen beter wordt gemaakt. Dat de ouders niet meer van die dure rekeningen krijgen als ze wat extra aandacht krijgen op school. Dat samenwerkingsverbanden beter gaan helpen bij deze kinderen om goed onderwijs te geven. Dat deze kinderen meer begeleiding krijgen op school. Maar dat ze bijvoorbeeld ook van het vervolgonderwijs gebruik kunnen maken. Dus als je op de basisschool zit, dat je al mee kan lopen op het voortgezet onderwijs. Of als je op het voortgezet onderwijs zit, dat je al kan kijken op het mbo, hbo of wo. Zodat je die uitdaging in het onderwijs blijft houden voor deze kinderen. Waarbij natuurlijk heel veel mogelijkheden hebben voor kinderen aan de andere kant van het spectrum. Hè? Dus als je een IQ hebt onder de 120, dan heb je leerweg ondersteunend onderwijs. Je hebt VMBO kader, VMBO basis, theoretische leerweg. Je hebt HAVO, je hebt ateneum, je hebt gymnasium. Heb je voor kinderen met een IQ van boven de 130 eigenlijk helemaal niks. Namelijk alleen maar gymnasium als je dat zou kunnen doen. En we zijn nu aan het kijken, ook op mijn initiatief, kunnen we nou niet een curriculum maken voor kinderen die meer kunnen? Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren vorm gaat krijgen. Want daar moeten we gewoon aandacht voor blijven houden. Dat we niet straks weer teruggaan naar het systeem dat in de Kamer niemand meer aandacht heeft voor deze hele belangrijke groep kinderen. Maar dat we daar naar blijven kijken. Je hebt een flink aantal voorstellen in de Kamer mogen indienen. Wij hebben als jury alle partijprogramma's bekeken, maar ook een spectaculair groot aantal Kamervragen. Maar wij konden niet altijd zien welke van die voorstellen en Kamervragen hebben geleid tot een concreet resultaat. En we hebben wel gehoord dat jij ook succes hebt geboekt. Kun je ons iets meer vertellen hierover? Nou, bijvoorbeeld dat samenwerkingsverbanden nu verplicht zijn om ook kinderen die hoogbegaafd zijn financieel tegemoet te komen. Dus als je hoogbegaafd bent, viel je eerst niet onder de grote geldverdeelpot van de samenwerkingsverbanden. Die was alleen maar voor kinderen met autisme of Asperger of dat soort beperkingen. Maar dat als je hoogbegaafd bent, dat je ook aanspraak kan maken op deze middelen. Wat we ook gezorgd hebben, is dat scholen geen facturen meer mogen sturen voor extra lessen die kinderen die hoogbegaafd zijn krijgen. Dus als je op een school zit en je hebt wat verdiepingslessen, of je hebt een dagje dat je bijvoorbeeld wat extra begeleiding krijgt, dan kunnen ouders daar een hele dure rekening voor krijgen. Een rekening van soms wel 1.000 of 2.000 euro per jaar. Die mag niet meer verstuurd worden. Nou, dat is natuurlijk een enorme overwinning, omdat het voor elk kind
moet het recht hebben op de best passende plek in het onderwijs. En daar zou je als hoogbegaafd kind niet extra voor moeten betalen. Dus dat zijn hele concrete maatregelen waarvan ik blij ben dat die door de Kamer heen zijn gekomen. En waarvan ik wel zeker weet dat sommige van de mensen die kijken hier erg blij mee zullen zijn. En laten wij niet vergeten dat Rutmer Heerema ook op de kieslijst staat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. En hoe het werkt is dat een lijst kan heel groot zijn. En hoe lager je op de lijst staat, hoe meer voorkeurstemmen goed kunnen voorkomen om jou hoger op de lijst te zetten, zodat je een zetel mag bekleden. Dus Rutmer Heerema vindt dat op de lijst. Wij hebben nog een vraag voor u, meneer Heerema. En dat is als volgt. U heeft nu een aantal voorstellen erdoorheen gekregen, om het zo maar even te zeggen. En u heeft nu ook nog meer ideeën. Maar als we kijken naar de toekomst, en stel nou dat het zou zijn dat u weer een zetel krijgt en alle voorstellen die u voorstelt, die worden een ja en iedereen klapt en is enthousiast over en het gaat gebeuren. Wat voor Nederland worden wij dan? In welke richting groeien wij als wij luisteren naar uw ideeën? Nou, het belangrijkste is dat de wet op het passend onderwijs zo aangepast wordt dat voor elke kind de best passende plek in het onderwijs gevonden wordt. Dat geldt onder andere ook voor hoogbegaafde kinderen. We hebben daar onvoldoende plek voor. Van de 4.500 kinderen die op dit moment thuis zitten, is 1/3 hoogbegaafd. Gewoon omdat het onderwijs geen idee heeft wat ze met deze kinderen aan moeten. En ik vind dat echt treurig, want die hele wet was juist bedoeld om te zorgen dat kinderen niet meer thuis kwamen te zitten. Dus als ik herkozen word, en inderdaad ik sta op plaats 29... en we moeten blijven vechten voor deze groep kinderen, dan zal ik ervoor zorgen dat die kinderen steeds vaker naar school kunnen gaan en kunnen blijven in het onderwijs wat zo belangrijk is voor elk kind. Dat betekent dat ze niet in al die reguliere klassen in hetzelfde tempo op een niveau moeten blijven hangen waar ze eigenlijk meer uit zouden kunnen halen. Maar dat ze de kans krijgen om zowel in de klas te zitten voor een aantal vakken waarbij ze met hun vriendjes kunnen spelen, maar ook de uitdaging kunnen hebben op andere niveaus, misschien nog wel op andere scholen van een hoger niveau, zodat we deze kinderen tot aan het eind van hun carrière uitgedaagd kunnen blijven houden. Uitstekend. En daarmee zeggen wij, goed bezig Rutmer. Op 18 juni, Nerdiversity Pride Day, is al bekend geworden welke van de 5 kandidaten, Rutmer is er één van, de prijs zal winnen voor neuro-inclusieve politicus van Nederland voor de komende 2 jaar. En dan hebben we nog een vraag. En dat heeft natuurlijk te maken met de Tweede Kamerverkiezingen die er nu aankomen. En ook Rutmer staat op de lijst en hij is verkiesbaar. Dus stel dat Rutmer in de Kamer zou komen en al zijn plannen worden geaccepteerd. Het kabinet, alle oppositie denkt, fantastisch idee, we gaan er allemaal achter staan en wat Rutmer zegt, dat gaan we doen. Hoe zorgt Rutmer er dan voor dat de toekomst van Nederland beter wordt? Nou, de afgelopen jaren heeft in ieder geval heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat er een Kamerlid is die vecht voor een bepaalde groep mensen. Ik heb gevochten voor die hoogbegaafde kinderen en dat wil ik heel graag blijven doen, want we zijn gewoon nog niet klaar. Lang nog niet elk kind heeft die best passende plek in het onderwijs. Dus als ik straks terug mag komen in de Kamer, ik sta op plek 29 en ik heb daar veel stemmen voor nodig, dan zorg ik ervoor dat al die kinderen die nu geen goede plek hebben, door aanpassing van de wet op het passend onderwijs wel die beste plek kunnen krijgen. Dat ze niet alleen maar in hun eigen klas moeten blijven hangen op een niveau waar ze eigenlijk meer uit zouden moeten kunnen halen, maar dat ze ook uitgedaagd blijven worden tot het eind van hun schoolcarrière. Misschien ook in een hoger niveau, in een hoger onderwijsniveau. Maar dat ze aan de ene kant kunnen blijven spelen met hun vriendjes en leeftijdsgenootjes, maar aan de andere kant ook altijd die uitdaging blijven houden. Want dat is zo ontzettend belangrijk voor deze groep kinderen. En die strijd is gewoon nog niet gestreden. Daarvoor moet ik doorgaan. En ik doe hierbij ook die belofte dat als ik herkozen word, ik 4 jaar lang voor deze groep kinderen zal blijven strijden. Jullie horen het, lieve mensen thuis. Als Rutmer in de Kamer komt, zal hij de komende 4 jaar een strijder zijn voor hoogbegaafde kinderen. En dankjewel voor je moed en voor je kracht. Dan gaan we nu verder. Maar voordat wij verder gaan, 18 juni is Nerdiversity Pride Day. En vergeet nooit, vier je eigen feestje. Tot dan!